Spring in begonnen, in ende. Het was de bedoeling al bedacht. Nou, dan doen we dat. En dat is? Nou, nou, 1 op 4 september. En want ik vind dat geweldig emotioneel. Waarom? Dat zal ik vertellen. Het was dus. Nou ja, gewoon met de smart op het aan en met een 19-9 turbos in elkaar. En gewoon brood met stroop. Die had een gunnen gehad en wat van die aparte suiker mee was ze net. Die gezondheidssuiker, ja, hij dat hebben we met mij, wist je net weer, hè, want die hebben een heel winkel niveau. Maar wat ik nou mooi vind, dat de drie jongens, alle drie samenkwamen en ze zeiden van, we willen echt een koffie drinken. Nou, eerlijk woord, ik word er als emotioneel van. Jongens, geweldig! Dat was zo'n mannen kunnen natuurlijk niet verder proberen. Maar ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor hun hand. Dat ze er waren in de eerste. Ik heb het toilet maar weer wat. Maar ik denk, ja, ik wacht er even af. Maar het was helemaal geweldig. Ik had toch wel een beetje verwacht. Want ja, als ik geen avond van alles doe, dan ben je alleen vaak moe niks. Dan vind ik ook nog niks. Dingen vooruit. Maar ik vind het heel mooi. Hartstikke bedankt. Allemaal. Annie. En Annie bedankt. Ik vind het heel moedig. Heel knap. Voorzitter, Janne, jij hebt ook nog getrouwd. Ik doe het een andere keer. Ik zeg nog een keer. Ja, doe het een andere keer. Prima. Nou, vaak nog wat vergeten. Oh, Roelof ook nog heel hartelijk bedankt. Het was fantastisch in orde. Iedereen dus afzonderlijk te bedanken, dat is natuurlijk wat moeilijk, maar ik vind het er nou een geweldige talent hadden, hier van allen. Het zij van de buren, maar ook van Marcel, dat jochie is de buurman en hij zegt, nou nee, buurjongen, hij zegt, Jan, ik kom me vanmiddag voorbij, hij zegt, ik doe wel een stukje hoor, ik zeg ja, nou dat vind ik geweldig. Hij zegt weer toch. Hij zegt, we hebben vandaag een verkiezing gehad, zeg hij, op de school. Ik zeg, ja. Hij zegt, ja. Ik zeg, word hij ook gestemd dan? Hij zegt, nou, wat dacht hij? Ja. Wat heb je gezegd, Marcel? CDA. Ja, precies. Goed, mensen, degene die echt naar huis wil, die... Nee, dat weet je, want dat is Marcel. Ja, ik vind het geweldig. En ik, ja, natuurlijk, je moet altijd op het hoogtepunt, dan moet je dus afscheid nemen. Ja? Degene die hem naar huis wil, die kan, wat ons betreft, gewoon. Bij de cadeaus die we kregen, hebben de ervaring nog niet meer dat ik dus heb gedaan. Nou, wat de enveloppen betreft, die schenken wij aan World Servants, Arjan. Nou, ik heb hier voor je nog studeren. Ja? Nou, dat gewend. Wat?
Word Service. Ja, ja. Arjan begint er met een hele groep met 36 man. Daar was ze 4 weken naartoe. Daar was ze 2 weken naartoe, daar was ze dus een huis gebouwd. Hij heeft nog nooit gebouwd. Maar die ander die zegt, dat heb niet jongen, wij sleutelen wel de deur. Ja? Maar wat belangrijk is, en dat vinden wij dus ook, Drummen altijd ook op deze manier gedaan, dat ze daar wat doet voor de mensen die het veel minder hebben dan wij. En dat is toch geweldig dat nou hier jeugd hebben, die is door 14 dagen aan opofferen, door de groepie, een schoolbouw, een huis voor die hoofdonderwijzer, dat ook die mensen een waardig bestaan hebben. Nogmaals, heel hartelijk dank voor de gift, ook namens Arie.